Yes, welkom en tof dat jullie allemaal weer kijken naar Day One. Mijn naam is JJ Boske, zoals jullie weten. En vandaag hebben we weer een special voor jullie. Dat betekent dat we met iemand gaan sporten en zijn auto gaan bekijken. Deze auto achter mij hebben jullie al een keer voorbij zien komen in een van de filmpjes. Die is tonnen keren bekeken, alleen hebben jullie daar niet de beauty shots van gezien. Die beloof ik jullie, die gaan jullie nu meteen zien. Wij rijden weg, de auto van en sporten. Welkom bij een special van Day One. Jij was de eerste in Nederland met een Q8. Zeker weten, de allereerste. Nu zijn er meerdere mensen met een Q8. En heb jij een kleine competitie met deze mensen ook, hè? Soms. Nou, ik vind het gewoon heel leuk dat er meer mensen zijn met een Q8. Ja. Laat dat voorop staan. Maar niet in Nederland, weet je wel. In Nederland ben ik gewoon, vind ik nog steeds de enige. Er is wel één guy van zo'n ander YouTube-kanaal. Een hele grappige jongen wel. Die heeft er ook één, maar die heeft hem volgens mij ook in de verkeerde kleur gehad, dus die moest hem ook gelijk rappen en zo. Wat voor kleur is die origineel van Giel? Weet ik niet, volgens mij grijs. Grijs metaliek, hè? Ja. Ja. Ja, daar ga je al. Daar ga je al. Wat vind jij van Giel zijn Q8? Want jullie hebben nog wel eens appgesprekjes, hè? Nee, ik DM hem altijd als hij iets van zijn auto post. En ik vind het zeker een mooie versie. Kijk. We hebben allebei ABT set erop, we hebben hem allebei getuned. We hebben allebei 23 inch velg gedropt, hij heeft wel een ander merk. Nee, ik vind zijn auto ook heel mooi, maar ik zeg je wel eerlijk, ik ben ook van deze auto gewoon gaan houden. Dit was voor mij ook wel gewoon een keerpunt dat ik weer gewoon echt bij geen occasions meer haalde, maar gewoon regelrecht bij de dealer. Helemaal precies hoe ik hem wilde. Ik heb hem nu, wat is het, bijna een half jaar? Ja. Ik ben echt blij ermee. Elke keer als ik uitstap denk ik nog van... Je hebt hem ook getuned, hè? Ja. Ja. Dat heb ik niet zo heel lang geleden gedaan, was meer gewoon omdat ik, ja je weet toch, ik bedoel, zo hou je het spannend als je niet gelijk alles erop gooit. Ik heb ook nog steeds het gevoel dat het niet mijn auto is toch, dat ik denk van hoe dan, hoe kan ik in godsnaam zo'n auto rijden, dat is sick. Nee, ik ben er fucking blij mee en ik heb er niet voor hoeven sparen, gewoon alleen maar heel hard hoeven werken. En dat waardeer ik ook gewoon echt, ik bedoel, ik ben gewoon, ik zou niet deze auto kopen als ik er een dag minder van zou eten zeg maar. Ja. Dus in die zin ben ik gewoon ook trots dat het gewoon kan. Maar ik vind hem vooral gewoon fucking mooi. Het is ook nog steeds dat mensen Audi-rijders zeg maar naast me komen rijden en dan kijken van wat voor Audi is dit? Is dit dan een auto die je hebt gekocht om er ook hard mee te scheuren? Nee, ik ben sowieso geen racer. Ik ging net voor het shot gewoon stoer doen. En af en toe doe ik dat wel. Ja. En ik zeg je eerlijk, ik rij wel 's nachts soms als het gewoon rustig is van een show of van een studiosessie en ik wil gewoon lekker snel thuis zijn. Dan rijd ik soms wel 2,50 gewoon even een stukje, weet je wel. Ja, op wegen waar het kan. Wegen waar het kan. In Duitsland. Uiteraard, alleen in Duitsland. Maar dan merk je ook niet dat je hard rijdt. Dus dan wordt het alsnog niet racen. Dan is het alleen gewoon, zeg maar, de TomTom geeft een tijd aan. En dan gaat er gewoon 30 minuten vanaf, weet je wel. Ja, tourmanager heeft wel eens een velgje beschadigd. Wil je mij eens door het gevoel heen praten als je met een Mansory velg van 4000 euro langs een randje gaat? Hoe voelt dat? Dat is fucked up. Dat is fucked up. Er gaat wel een stukje van je dood. Gaat een stukje ziel ontsnappen. Maar de eerste keer is dat heel fucked up, toch? Ja. Kijk, en ik heb bij Oscar Greper. Shout-out naar Oscar auto, trouwens. Shout-out Oscar. Bij hem heb ik natuurlijk gewoon mijn auto gekocht en ook alle upgrades gedaan. Ja. En hij trekt die banden er ook heel strak overheen, toch? Dus het is ook bijna niet te doen. Zeg maar, elk soort van stoeprandje wat je per ongeluk aanraakt, is je vel gewoon aan de beurt. Dus. Maar als dat dan gebeurt, hoe zit je dan?
Ja, het is gewoon die... dat je denkt, je houdt zo beter. Oh nee, oh nee. Nee, je sterft een beetje. Shout-out Poelie, Jeff Lilly. Goede tourmanager, maar hij heeft wel zijn tijd gehad om te moeten wennen aan de breedte van deze auto. Ja. Maar toen jij uit Yellow Class stapte en toen je ook al in Yellow Class zat, jij hebt best wel wat auto's gehad, hè? Je bent wel altijd een man geweest van mooie auto's, of auto's in ieder geval, waarvan je dacht, hé, dat is vet, want ik heb je in een X5 zien rijden. X5, X6, ja. Range Rover, G-Wagon, A5. Mijn eerste, wat ik echt een vette waggie vond, was mijn Passat CC. Ik had voor mijn vrouw, had ik toen ze de rijwijs haalde, echt een hele mooie uitvoering Saab 500 gehaald. Gewoon oldtimer. Ja. Terwijl ik gewoon op dat moment gewoon echt een hele dikke M, hoe heet het, V8 X5 had. Ja. En dat in één keer gewoon een triljoen meer mensen gewoon naar die Saab kwamen rennen, weet je wel. Van wow, wat fuck, die auto, die is auto. Maar die auto was ook echt fucking. Dat is een beetje het ding, weet je. Wij doen natuurlijk heel veel mooie en dure auto's. Deze auto is iets van 180.000 euro nu. Ja, ietsje meer. Ietsje meer, ja. Dus laten we zeggen 185.000 euro. Maar er zijn natuurlijk zoveel mooie auto's die gewoon voor onder de 20, onder de 15 gewoon goed te kopen zijn. Die nog steeds net zo tof zijn. Ja. Maar wat was je allereerste auto? Mijn eerste auto, mijn allereerste auto überhaupt gewoon? Ja. Was een Volkswagen Caddy. Ja. Was gewoon een oude bedrijfswagen van mijn vader. Ja. Die ik over had genomen. Of althans, daar mocht ik in rijden. Toen heb ik heel snel zelf een auto gekocht. Citroën Saxo uit 1993. Hij ging niet in z'n drie. Maar ik had hem wel, je weet toch, je kon bij de automat of whatever, kon je van die ledjes halen en zo. Tuurlijk. Ik had hem helemaal gepimpt. Ja. Ja, ik was koudo trots erop. En het was ook echt mijn huis, toch? Ik chill, weet je, ja, je woont nog thuis. Ja. Je matties woonden nog thuis. Dus ja, we hingen basically altijd op de streets gewoon. En ineens werd mijn huis, of mijn auto, werd gewoon onze hangout. Dus ik heb wel, het was echt een fucked up auto. Maar ik vond hem wel echt oprecht heel mooi toen. En ik heb er echt heel veel lol van gehad gewoon. Ja, eindstand zit ik hier zoveel in. Dus ik vind het vooral gewoon heel belangrijk hoe lekker het zit. En hoe het er echt per se uitziet. Boeit mij niet wat anderen ervan vinden. Zeg. Nee, precies. Ik vind, ik vind het vooral gewoon zelf heel belangrijk. Ja. Maar jij hebt ook, je doet je haar. Ja. Ja, het is nu wel een beetje, ik moet het wel weer even doen. Ja. Maar nee, ik ben ijdel en daarom onderhoud ik mezelf goed. En ja. Ik vind het ook gewoon belangrijk, want kijk, als artiest of als bekend persoon, whatever. Je hebt niet één plek waar mensen jou bezoeken. Jij bent gewoon die persoon en mensen bezoeken jou, toch? Ja. Dus ja, ik heb gewoon... ik heb gewoon de motivatie wel om gewoon te zorgen dat mensen altijd zoiets hebben van, oh ja, dat zit wel in orde, weet je wel. Als je naar een show kijkt, wil je gewoon niet naar iemand kijken die helemaal uitgeput is. Binnenkort trouwens komt een nieuwe single van mij, 15 november. Dat is echt in een totaal nieuwe stijl, die mensen in Nederland niet kennen. Dus 15 november komt jouw nieuwe single? Ja, en dat is ook echt met een harde FD. En met Remix en mijzelf op de beat. Dus dat is wel echt een dingetje waar ik heel trots op ben. Maar... Volgend jaar, 2020, dan wil ik ook gewoon eigenlijk hetzelfde doen wat ik doe, maar dan gewoon met de hele grote internationale artiesten. Artiesten. Als we het over bewegen hebben, zullen we naar de sportschool gaan? Ja, toch? Dan gaan we naar de sportschool, dan gaan we eerst nog even chillen, rustig rijden, genieten van de Q8. Kijk, we gaan even die... Die? Hoe heet het filmpje, toch? Ik ken dat niet, het filmpje. Hier moet je achter. Percocet. Mali Percocet. Ken je dat filmpje niet? Nee. Wat dan? Dus, zeg maar, dan zie je allemaal auto's zo rijden. Alleen ik had verwacht dat je misschien die auto voor me dat ook zou gaan doen. Zullen we kijken? Ik weet het niet. Ik heb nog nooit gekeken hoe snel die op de 100 zit. Oké. Okay. Van 0 naar 100. Ho. Ho. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. 3, 2, 1, go. Even kijken, man. Hobbel tussendoor. We hebben een hobbel, gek! Gek! Zag jij wanneer die op 100 zat? 6-2, SUV, diesel. Is helemaal niet slecht. Dat is leuk toch? Komt omdat hij gechipt is. Live City Amersfoort, hier gaan we sporten. We komen net uit de Q8. Maar we gaan eerst checken wat Busy in zijn tas heeft. Op het moment dat hij wil gaan sporten. Je hebt natuurlijk al wat kleding aan. Stone Island, je weet hoe we doen. Niemand treedt in Stone Island. Ik wel. Maar jij wel, oké. Okay. Okay. Is dit de tas waar je altijd mee gaat sporten? Je dit hebt niet is, een hele dit grote is, tas? Nee, waarom zou ik een hele grote tas doen?
Oké, duidelijk. Oké, dit is... Dit heb ik nog meteen. Natuurlijk gewoon mijn toilettas als ik na het trainen douche. Toilettasje, maar wat zit daar dan in? Deo. Deotje, Dove. Een vrouwenscheermesje? Ja, ik scheer mij altijd met Lady Shave. Lady Shave, oké. Want ik heb... Ja, daar hebben wij wel een oplossing voor. Ja. Wat is dit? Haarverf. Hij heeft haarverf, dat is leuk. Wat is dit? Dit is tegen als je zeg maar geschoren hebt, ja, met een donkere huid, ja, krijg je best snel puistjes en zo, dan wordt het rustig. Ja, weet je wat het mooie is? Daar hebben we ook een oplossing voor. Dat is geen gelul, dit is zo goed. Dit komt helemaal goed. Ja, ik heb daar geld in zitten altijd. Waarom? Weet ik niet, man. Ik wist niet dat er geld in zat. We hebben ook nog een kort broekje. Ja, sportbroek. Als ik echt benen ga trainen, dan doe ik wel een korte broek aan. Ja, always keep it clean. Heel veel mensen nemen een handdoek mee. Ik niet. Ik maak gewoon alle apparaten dat ik echt van tevoren mee ga trainen, maak ik schoon. Snap je? Van tevoren en daarna. Ja, snap je. Dus dat is gewoon belangrijk. Mijn Dyson. Iedereen heeft een Dyson in zijn tas zitten, snap ik. Een schone. Boxshort. Ik hoop dat die schoon is. Nee, dit is een schone boxshort. Ja? Ja, dit is een schone. Ja, dat is een schone. Dit is een schone, ja. Wel risky wel. Leppie. Business never sleeps, bro. Je weet niet wat er ineens gebeurt. Als ik nu in één keer twee tonnetjes moet overmaken, dan gaat dat niet via mijn ING-app. Wat is dit? Dat is gewoon een notitieboekje, daar zet ik gewoon... You got this? In. Ja. Sick. Gewoon dingen om te reminden. En we komen nog bij twee laatste dingetjes. Geurtje. Een geurtje, Dior. Ja, Dior. Dit is mijn geurtje. Jij zegt jouw geurtje? Dat is mijn geurtje. Wat ik dus merk in deze serie is dat iedereen echt zijn eigen geurtje heeft. Ik heb hem al heel lang en ik heb één keer gehad een avond dat ik in Vegas was. Dat ik het geurtje opspoot en dat iedereen tegen mij zei van, joh, je ruikt echt koud lekker. Dus toen dacht ik van, oké, dit is hem. Dan hetgene wat ik ook in jouw... Ja, is van november. Dat is van je zoon. Ja, maar dat is ook makkelijk, want als ik dan even snel met hem ga lunchen, als we gaan lunchen met z'n allen en hij verveelt zich, heb ik altijd een waggietje bij me. Ik ga niet meer spelen. En dan is jouw tas wel redelijk compleet met de spullen die je aan hebt. Ja. Maar wat ik het mooie vind... Altijd mijn paspoort bij me ook. Ja? Oh, ik heb niet in de voorkant gekeken. Oh shit, hier hebben we nog meer. Louis, een noodpaspoortje. Ja. Maar wat ik het mooiste vind, is dat jij net zegt, hey, je gebruikt dit om straks tegen te gaan dat je buisjes krijgt en dat soort dingen, toch? Ja, heel fucked up. Ik zweer het, dit, en jij gaat dit gebruiken. Ik laat hem bij je achter en dan de mag Philips je de Philips OneBlade. De Philips OneBlade, mag je. Voor scheren, trimmen en bijhouden van alles. Dat is elektrisch ook. Elektrisch en ik... Oplaadbaar of batterij? Dit heb ik gisteren gedaan. En mijn hoofd vanochtend. Ja! Ja! Oké, dankjewel, Jay. Dus die Philips OneBlade die krijg je van mij, die mag je in je tas. Ik denk dat ik een van de dingen die ik ook 100% mee ga nemen vanaf nu... Is denk ik, want ik heb thuis ook een Dyson. Maar het is gewoon irritant, snap je? Je moet altijd je handdoek wassen, moeilijk, dit, dat, heb je handdoek bij je. Ik zeg nee, ik heb geen handdoek bij me, ik heb mijn Dyson bij me. Precies. Zullen we gaan trainen? Ja, laten we gaan trainen, man. We gaan trainen. Doe alles terug in je tas. Wat, ik? Ja? Ja, gekke douaneambtenaar, toch? Jullie kunnen natuurlijk thuis nog steeds de Philips OneBlade toegestuurd krijgen. Wat moet je daarvoor doen? Even een foto maken, terwijl ik hem in mijn handen heb. Of naar de website gaan www.day1lifestyle.nl of .com. Daar je inschrijft voor de nieuwsbrief. Daar verloten wij ook 10 Philips OneBlade. Maar als je het dus op Instagram zet, een foto plaatst op je story of op je feed, tag Day1Lifestyle, tag mij, @JJBoske. En wie weet reageer ik en krijg jij er eentje toegestuurd als ik je DM inslide. Philips OneBlade. Ja jongens, dit is dus hoe het gaat in de sportschool als Leo en ik samen trainen. Hij begint gewoon en ik wacht hier. Geen uitleg, we gaan gewoon beginnen. Een push-pull. Gewoon losse dumbbells. Gewicht erbij. Die hangen we aan de riem. 10 push-ups. Zijkant buik met dumbbell. Biceps tussendoor. Of nee, sorry, triceps vandaag. Dat is de biceps. Volg mij maar gewoon. En we geven gas. Drie. Uithangen. Kom op. Nee, kom op. Ik red dit niet. Jawel, kill. Homie, ik red dit niet. Wie is hier nou de ex-professional rugby speler? Ja, maar ik red dit gewoon niet. Ik red er 4. Jeetje, hoeveel kilo is dit? 28 kilo. Dat is helemaal niet veel. Deze doe ik echt. Puur voor de bitches. Die houden ervan, toch dat je die lijnen
Hey, jij bent van die snelle workouts, hè? Ja. Heb je jezelf aangeleerd toen je op tour ging? Ja. En gewoon het feit dat ik anders het niet volhou 5 keer in de week. Nee. Dus het is snel in en uit. Ja. Eén ding, voor de mensen die dit kijken, ook voor de jongeren, doe dit niet. Echt niet, geloof me. Niet 28, niet 18, rustig beginnen. Het is helemaal gek. Kijk, dat is dus het ding. Je kan met iedereen meelopen, maar ik weet dat sinds ik vanochtend uit mijn bed stap, waar ik eigenlijk heb ik hem nog appen, Leo moet morgen weer met de mariniers trainen. Ik wil niet kapot gaan. Oké, nog even één rondetje. Ja. Weer push-pull. We pakken weer eigenlijk gewoon een chin-up nu. Gewoon 8 keer jij... Zoveel als ik kan. Dat is sowieso nooit erg, hè? Nee. Basically is trainen met een vast bedrag aan herhalingen. Slaat sowieso nergens op. Sowieso nergens op, nee. Oké, dus wat we doen is, we sluiten hem wel nu af. De video, maar dan is hij nog niet helemaal afgesloten. Want er komt hierna dus nog een sequence waarin wij trainen met allemaal mooie beelden, geluiden. Gekreun van JJ. Ah, mama. Dit was de Philips One Blade serie. Dank jullie wel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet ons niet te volgen op Instagram. Jullie weten hem te vinden. Busy, JJ Boske. Tot volgende week. Later. Ciao.